Je luistert naar de Upper Lot Podcast. De Nederlandse Universal Podcast. Familievriendelijk, zeg maar, Helendoren op uh, Annabelle. Vind ik een mooie vergelijking. Maar dat gaat het niet best zijn als we nu de naam van het pretpark laten afhangen van het zoekgedrag van een simpel Amerikaan? Hengs, uh, ik wat Huishut. Dan kom je Huishut, nieuwe IP van Dreamworks. Hier zijn jullie hosts, Dennis en Nicky. Hey Dennis. Hé, hey, is dit de echte Nikki of niet? Dit is de echte Nikki, ja. Ja? <laughs> ja je Geen misbruik je nu van maken. Nee, nee, nee. is een beetje van de week zat je mee, allemaal AI zat je me door te sturen. Ja, onze, een luisteraar van ons, Kevin de Vos, die had uh, mijn stem eigenlijk door AI gehaald, waardoor ik eigenlijk zinnen terugkreeg over andere pretparken die ik zelf nooit heb uitgesproken. Ja, het was wel heel freaky en ja, best wel een beetje eng om uh, je eigen stem zo te horen. Dus ja, maar dit is de echte we, stemmen. Dit is geen AI. Plak hem er even in. Dat is leuk. Nee, 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 dat doen we niet, doen we niet. Nee, 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 dat gaat toch leuk? Nee, 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 nee. We gaan vandaag over iets leuks uh, hebben. Ja, want nou ja, een nieuw resort, maar met met weer nieuwe artwork. En nou ja, ze zijn begonnen met de bouw, dus misschien is dit wel een beetje de final layout. Ja, want in aflevering 59 alweer... dit is aflevering 81 waar je nu naar luistert... bespraken wij het nieuwe resort in Frisco, Texas. Het, uh, het, het nieuwe Universal Resort wat daar gebouwd uh, gaat worden... en openen in 2026. Uh, eindelijk... we hebben toen een beetje naar de naam lopen zoeken. Toen hadden we het over Dreamsland... Dream, Dreamworks World achter. Ja, Destination Dreamworks. We hebben en, dat soort naam besproken. Maar de nieuwe naam is op 1 december 2023 naar buiten gekomen. Het gaat heten Universal Kids Resort... En wat, was wat een pretnaam. Jouw... Wat een prutnaam, serieus. Wat een creatieve armoede. Kijk, er heeft iemand waarschijnlijk aan ChatGPT gevraagd... jongens, maak een naam voor een park. Het is voor Universal, het is voor kinderen... en het wordt een totaal resort. Het heeft een ding gezegd, Waarom Universal Kids Resort. Ja, toen drukte ja. ze op enter. Oké, okay, goed. Het is, nee, ja... Kijk, het was onze beide reactie en... gelijk, hè? Maar ik wil, me, ik wil me Na, even nuanceren. Kijk, nou, kijk, je hebt Universal Orlando Resort... Universal Hollywood Resort, Universal... Maar ja, Universal Resort, Ja, ik weet het niet hoor. Ja, want dit... dit park zou je op meerdere plekken kunnen bouwen. Dan krijg je Kids Resort Dallas, Kids Resort uh, New York, Kids Resort Chicago. Wat... Ja, op die manier. Nee. Ja, zo, zo heb ik het nog niet eens over nagedacht. Nee, toen ik de naam voor het eerst hoorde, dacht ik: nee, ja. wat een vreselijke, slechte, niet creatieve naam. Maar te de... ook goedkoop. Ja, het logo is extreem goedkoop. Het is het is het is echt een beetje een jaren negentig ding, maar toen ging het een beetje bij mij uh, de afgelopen dagen heb ik even een beetje laten rusten en even een beetje over na te denken. Maar eigenlijk vind ik het gewoon een geniale naam. Waarom? Eh? Universal geeft nu echt super duidelijk aan wat de bezoeker kan verwachten bij dit resort. Het geeft gelijk ja. de doelgroep ja. aan. Het geeft gelijk aan voor mensen die twijfelen van hey, het is Universal, ik kan daar een goede achtbanen of goede dark rides verwachten. Nee, dat wordt gelijk getackeld met deze naam van je komt hier, dit is voor deze doelgroep kids, het is playful met kleurtjes, namen. Het zet gelijk de toon van hé, hey, dit is voor kinderen van, ik noem maar wat, vier tot acht jaar en dit kan je verwachten. Dus het is eigenlijk een hele slimme set als je op die manier erover nadenkt. Het is heel, ja. heel behapbaar, maar toch heel slim. Ja, maar het is wel extreem simpel hè. Dit zou ook een zoekopdracht kunnen zijn van de gemiddelde Amerikaan die dit nieuws hoort. Yes. Van, ja. Hoe heet dat Universal maar, Kids Resort? Oh, het heet zo. Denk daar hebben we het vorige keer over gehad met de naamswijzigingen van Universal's Islands of Adventure naar Universal. Van, zou dat dan te maken hebben met de hits en met de online? Maar dat gaat het niet best zijn als we nu de naam van een pretpark laten afhangen van het zoekgedrag van een simpel Amerikaan. Je weet het, niet, je ja, weet het ja, niet. Uiteindelijk gaat het niet om de naam. Nee, dat niet. Bedoel, het gaat om de wat inhoud. Is wat is een Efteling? Nou, ja, ook een rare naam als je erover na gaat denken. Ja, maar we zijn het dus, heel erg gewend, ja. Ja, dus dit, dit moet gewoon even een beetje wennen. Wat denk ik belangrijker is, is wat er allemaal in komt. Ja, dat gaan we even doorlopen. En hoe, en hoe het eruit ziet. Doe jij anders nog even de, de droge feitjes, even waar, het, uh, waar het komt, hoe groot het is. En, nou, de, uh, ja, wat de, kost... droog, de droge feitjes, uh, wat ik zeg, je kan aflevering 59 terugluisteren, waar we echt helemaal een beetje het gebied en uh, de, de basis van dit park uh, bespreken. Maar het is was dus uh, Dit jaar? Uh, dat was dit jaar, geloof ik. Begin dit jaar. Even kijken. Ja, 11 januari 2023 zie ik staan. Oké. Okay. Ja, want ik dus... zag in de Spotify Rap dat er uh, een hele grote groep mensen is die ons pas dit jaar ontdekt heeft. Dus misschien zijn die mensen allemaal nog niet zo ver. Oh, dat kan ja. Nou, nu moeten we dan even gaan terugluisteren. Maar ja. het is dus een een nieuw familiepark wat naar Frisco, Texas komt. En uh, het is in januari aangekondigd. Uh, toen wisten we nog niet heel veel ervan. Wij wisten de locatie. Dat het uh, rond Frisco en Frisco oh. hebben we toen besproken. Dat is een beetje het, het nieuwe. Ja de, de, de on meest ontwikkelde plek in Amerika, waar je heel goed uh, qua banenontwikkeling, er is er, veel mensen verhuizen ook richting Texas voor de mogelijkheden. Er is geen inkomstenbelasting, goede scholen, goede werkgelegenheid, warm weer. Het, het, het tikt heel veel boxies aan, waardoor het een beetje in binnen Amerika een goede Eigenlijk plek is. Eigenlijk de meest ideale plek om te gaan wonen. In feite wel. En om naar een park te gaan. Althans, daar wil men nu naartoe werken. Ja. Ook jonge gezinnen straks in de omgeving? Uh, juist, en dat is het keyword. Een Veel jonge gezinnen in Amerika ge wonen in dit gebied. Ja, en dat is natuurlijk de perfecte doelgroep voor Universal Kids Resort. Het resort zelf uh, wordt in totaal 40 hectare groot. Dus dan gaat het over het park, het hotel, de parkeerplaats, de uitbreidingsmogelijkheden. Maar het huidige park wat we vandaag gaan bespreken, wat we langs gaan lopen, dat is 12 hectare groot. Een beetje ter vergelijking, als je kijkt naar Islands of Adventure, dat is 45 hectare. Dus het is ongeveer een kwart van Islands of Adventure qua grootte. Zo moeten we het een beetje zien. Ja, ja je hebt een kleine kind. Van nul tot uh, Efteling? 0 to, ja, wat, wat, wat zou dat zijn misschien? Is eigenlijk een uh, beetje een rijk. Een rijk, denk ik, zoiets ja. Beetje, uh, wat... dus, dus zeg maar, uh, het gebied van de Python... Uh misschien één of ja, twee rijken, want heel Efteling, heel de resorts dus dacht ik 72 hectare. Ja, misschien ja, even twee, ja, ja, je, ja even. een stukje, een stukje erbij. Nee, maar ongeveer laten we even twee rijken aanhouden. Ja, en voor met kleine kinderen is dat perfect, want ja, daar wil je niet hele lange afstanden mee gaan lopen. En nee. dat uh, kan perfect in dit uh, nieuwe uh, park. Het uh, themagebied, althans het land, is al aangekocht in 2019 en ze zijn al lang met de ontwikkeling bezig. En het moet opengaan in 2026. Dus we kijken weer uit naar een nieuw park. Ja, dus 2024 krijgen we Dream Earth Land in, uh, in Florida en de Fast Furious Coaster 2025 en Epic Universe 2025. Ja. 2026, in uh, uh, 2025 hebben we ook nog uh, Las Vegas. Oh, die komt ook in 2025? Uh, ja, toch? Ja, In ja, 2026 dan Fresco. Ja, en in 2027 uh, Porta Ventura, het nieuwe eigenaar. Ja, nou, ja. Wat, een, wat een mooie tijd. We thuis. hebben wat te doen de komende periode. Ja, wel, 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 gelukkig zitten wij nog niet zonder werk in dat opzicht. Nee, niet qua podcastwerk. Er is tevens ook nieuw artwork naar buiten gekomen. Dat hebben we allemaal gedeeld via onze socials. We hebben uh, toen uh, in onze vorige wel, aflevering... We hebben het gedaan op Instagram, we hebben het gedaan op Facebook op X in ons WhatsApp-kanaal. Ja, dat hebben we ook tegenwoordig. Ja, link, ook de... linkje vind je weer. Eén via de socials, daar kan je, kan je ons ja, volgen ja, ja. via alles. We hebben toen in de vorige aflevering... Uh, zijn we het park gaan doorlopen. We hadden toen niet heel veel informatie. Het was toen echt een, 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 een concept art. Er is nu een nieuw concept art naar buiten. En wat ja. gelijk ook opviel, was de schaal was anders. Hè? Als je kijkt naar de mensen die er rondliepen... dit is toch even iets meer ingezoomd. Ja, en ik denk dat dit veel realistischer is qua layout. Die andere was natuurlijk met een heleboel wishful thinking. En ik denk dat dit, uh, als ik het ook een beetje vergelijkt met Epic Universe en hoe dat nu vanaf de concept art naar reality gaat, dat dit veel meer het, het echte, daadwerkelijke park gaat zijn. Met, uh, nou, zoals we het een beetje kunnen zien ook, de IP's die daarbij horen. Ja, laten we beginnen bij de entree. Dat is uh, ongewijzigd zoals vorige keer, althans qua bevestiging. Nou, oh, Oh, sorry. Het is wel Kerst, maar ik doe nog even hoop. Oh, uh, dat op de eerste concept conceptart zag dat het hotel zag er echt uit als DreamWorks en een beetje fantasierijk. Dit is gewoon een, een, een ibis. Ja, ik moest gelijk Budget. denken aan de nieuwe aan de nieuwe Stella Resorts uh, in Epic ja. Universe. Dat hele strakke. Het is een heel strak hotel van buiten. Ja. Niet ja, familie. Niet echt -like. uh, nee, dat dat niet. Maar we wel gaan grote de bijgebouwen ook meteen. Dus faciliteiten, waarschijnlijk restaurants, convention centers. Uh, ja, maar wel echt, echt veel saaier. Maar het hotel ook als de, als de entree van het park. En dat was al het eerste concept. Ja, een beetje vergelijkbaar wat we ook in Disneyland Parijs zien: dat je onder het hotel doorloopt, het, uh, het resort in. Dat gaat hier ook gebeuren. Het is een hotel met 300 kamers. Nou, toch flink, uh, flink hotel. Uh, wat ik denk wel goed is voor de doelgroep. Ja, en, dan... en ook voor het formaat van het park. Hè? Ik bedoel, het wordt geen Universal Orlando Resort met duizenden kamers, duizenden bezoekers. Het is echt gewoon klein. Familievriendelijk, zeg maar, Hellendoren op uh, Annabole. Vind ik een mooie vergelijking. Zou een mooi titel voor deze aflevering kunnen zijn, maar we doen het niet. <laughs> we lopen het hotel onderdoor en dan uh, lijkt het mij handig dat we met de klok meegaan... en we eindigen in het midden van het park. Zult we het op die manier doen? Dan beginnen ja, we gelijk ja, bij mijn favoriete, ja. favori mijn favoriete themagebied. Ja, Gabby's ja, Dollhouse. Gabby's Dollhouse, ja. Ja, ik vergeet nooit meer dat ik tegen zei: kijk, ze kijken. Nee, ze kijken geen Gabby's Dolhouse. Bij ons wordt het niet gekeken. En dat is nu uh, heeft de Sint nog wat Gabby's Dolhouse dingen achtergelaten. Nou, as we speak, ik ga even wat laten zien. Ja, dit is, uh, dit is kwaliteit podcast. Oh kijk, Gabby's Dolhouse. Oh, dit is zo'n. Het uh, is echt een. Uh, wat is het? Een poesenhuisje of zo? Ik ken dat dus niet. Hè. Ik heb zoons. dus uh, en ik wil niet. Uh... Oh, kijk, een Gabby's Dolhouse tekenset. Nou. De Sint is heeft uitgepakt. De Sint heeft de de uitgepakt. Ja, ik moest het even laten zien op camera, maar het, uh, het staat hier weer helemaal vol met allemaal speelgoedpoppetjes ja. en autootjes. Ja, beeld en van en de foto op de social. <laughs> Kunnen we doen? Ja, Ja, de... Gabby's dolhouse toch wel een verrassende keuze. Geen context, en... alleen die foto plaatsen. niemand voor de rest snapt wat waar het over gaat. Nou, de vaste luisteraar heeft wel een beetje door wat het is, natuurlijk. Verrassende keuze vond ik. Het is natuurlijk een DreamWorks IP, maar het is best wel een vrij nieuwe IP. En dan ja, het ik... feit dat, dat jij nu op een plek ver van de doelgroep... Eh, in het koude Nederland al twee dingen met Sinterklaas moet moeten kopen... en Gabby's Dollhouse, betekent dat het enorm aanspreekt op de doelgroep. Dat wel, dat wel. Maar het is toch een verrassende keuze. Want als je gaat kijken naar de rest van het park... zijn er toch wel wat meer uh, IP's die ja, zich ja, hebben bewezen. Is. En dan is dit... Maar als je ook gaat kijken in dit gebied... want we hebben nu beter artwork... is dat er weinig uh, fysiek te zien is... Wat gelijk daaraan aan het themagebied maar zeggen, herkenbaar is. Er staan niet grote objecten waardoor je gelijk denkt, ik ben een Gabby's Dollhouse gebied. Dus zou maar wat dit gebeurt misschien in Gabby's Dollhouse? Ik, ik ga ervan uit dat het een poppenhuis is. Uh, ja, ja, in een notendop, wat ik even weet, het gaat over een meisje die in haar kamer en die heeft allemaal ja, dierenvriendjes, kattenvriendjes en het is allemaal heel druk met, met semi-minnetjes en kleurtjes, et cetera ja en die die beleeft allemaal avonturen en knutsel dingetjes doen ze ja het is het is een hele rare IP is het maar het slaat heel erg aan bij uh, bij kinderen alleen ja. het viel mij op dat in dit themagebied zou dit misschien ook wel weer iets kunnen zijn wat ze onder zoveel jaar kunnen aanpassen als het niet meer hot is ja het is volgens mij gewoon een, een beetje een speeltuin uh, entertainmentgebied met een soort waterspeelplaat. als straks uh, Gabby's Dollhouse niet meer is maar niet voor het Ik ik voor het huis hut Henk's Huishut, een nieuwe IP van Dreamworks. We gaan hem onthouden. Ja, ja dat is nee, dus die. Ik, bedoel, ik denk dat het ook heel veel live-showtjes zijn. Dit is echt het park waar je moet gaan denken: hé, hey, hier zijn veel klimrekken. Uh, niet veel attracties. Een beetje. En merendeel zal het, denk ik, echt showtjes zijn. Hè? Nou, ik kan me niet aan de aandacht onttrekken dat er iemand van Universal Creative een klein rondje langs het plopsa Park heeft gemaakt. Moet wel, 100 procent. Dit, oh, ja. uh, dit is een beetje Plopsa... plopsa. Plopsa ja, indoor, gewoon... maar dan outdoor. Ja, nee, maar dit is gewoon een beetje standaard. Plopza parkje. Uh, kleine attracties. Uh, simpele, goed, simpele decoratie. Maar perfect voor de doelgroep. Die hebben in een, uh, in een, in een karretje gezeten. Met een boemba muts. Dus ze zijn in een boomba attractie geweest. Ja, zo moet, uh, moet je het eigenlijk ja. zien. We gaan en naar het tweede uh, land. Dat ja. is denk ik een van de meest aansprekende landen. Qua kleuren en qua beleving: Tros. Ja. Ja, onverwacht ja, te wachten, toch? Zeker. Uh, en met een achtbaan. erin. Ja, troller, Coaster. En wat mij opviel, is uh, de, de, de layout van dit is niet echt van een bekende fabrikant. Ik denk dat dit een San Perla-baan gaat worden. Want ik had verwacht, ja, misschien zouden ze een kopie niet, maken zieren, met de huidige zieren. die in uh, Florida staat. Ja, kan het gewoon een Fico junior of een zieren. Of, uh, nee, dit is gewoon een standaard kiddy coaster. Maar als dit is natuurlijk niet de echte layout-layout. Maar met een kiddie coaster, dan ben je toch wel aan een, een paar fabrikanten die, uh, die dat goed kunnen. Ja. En de Ginmar Rides is daar niet één van, dus. <laughs> Nee, die niet, nee. nee, maar we nee, zien hier een baantje, de, denk ja, ik, ja, van niet, een 200, uh, een, een 250 meter lang achtbaantje. Uh, ik zie wat verschillende podia in het gebied. Ja, voor de rest is het een uh, grote overkapping. Ik denk dat dat een groot showgedeelte is. Ja, ik denk dat het een show of iets is, ja. Ja, en voor de rest ik zie ik zie veel terrasjes. Ik zie sowieso het hele park een hoop mogelijkheden voor ouders om te gaan zitten en je kind in de gaten te houden tijdens dat hij uh, iets aan het doen is. Ja, super slim. Ja. Daar, uh, dat ja. vraag je als ouder uh, tegenwoordig met kleine kinderen. Ja, absoluut, absoluut, absoluut. Um, hey, en als we dan doorlopen, dan komen we in ja, toch een beetje Dreamworks uh, uh, gedeelte uit van het park. Nou, dat waren we natuurlijk eigenlijk al al met Gabby's Dollhouse en Trolls. Uh, maar met Shrek en Puss in Boots. Ja, verrassend. Ik, ik vind het nog steeds opvallend dat de Shrek, ja, onderzet, ik die, bedoel, die films, die hebben allemaal miljoenen en al die films met elkaar, geloof ik, uh, uh, bijna 2 miljard opgebracht. Maar het is niet meer een, een hippe nieuwe IP. Nee, en vooral niet misschien bij die doelgroep. Ik denk dat wat meer oudere jeugd en nee. jongvolwassenen, volwassenen, dit meer aanspreekt qua herkenbaarheid dan hele kleine kinderen. Ja, al is het natuurlijk Push in Boots die film die ze wel laatst gewoon weer goed gedaan. Dus um, ja, wat, wat je ziet eigenlijk is het is het stukje van Shrek Swamp. Ja. Um, en je ziet een stukje um, uh, Far Far Away. Kingdom of Far Far Away. Ja, ik weet het niet. Wat mij trouwens opviel bij Swamp, als je goed kijkt in het artwork helemaal linksbovenin, daar zie je een soort ja, van berg. tempeltje berg. Ik weet niet wat het precies is. Het is het is niet zijn huis, maar het is een beetje lastig uh, op die manier ja. te zien. Ja, moet het, het is ook niet uit te sluiten dat we Shrek weer ergens gaan uh, rebooten of uh, dat er weer wat nieuws uitkomt van Shrek. Donkey blijft het natuurlijk altijd heel erg goed doen. Blijft een heel grappig karakter. Ja, ik open de ja, Voor de rest is het voor mij ook weer een, weer een soort indoor ding, theater. Nou, zullen we voor mij nog een 3D-film op de plank leggen? Die kunnen ze wel uitbrengen. Ze <laughs> hebben net het decor verkocht. Ja, we ja. zien ook uh, ja, een beetje waterspeelgebied, uh, ik zie veel bruggetjes en uh, ik denk dat we daar echt gewoon, het is sowieso een best wel vrij groen park, maar ik denk dat we heel veel uh, ja, klimrekken, dat soort dingen moeten verwachten. Ja, 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 en, en ik als zie je... een, een overkapping, nou daar zit uh, ongetwijfeld een, uh, uh, een theekopjesmolen of een variant daarvan uh, zit Ja, daarin. ik zag ook een stukje baan daarvan uitsteken, het deed me een beetje denken aan een autootjesbaan, zoiets als uh, de oude Tuffer. Dat idee. Oh, ja. Als je heel goed kijkt, je ziet een beetje een routing lopen die overkapt is en wat kleine ja, vierkantjes erop staan. Ik heb zo'n gevoel dat het iets in die trant oh, is. Ja, daarnaast ja, inderdaad. Ja. ja. Ja, dat je misschien door het bos van, uh, van Shrek heen gaat ofzo. Dat je daar alle sprookjesfiguren tegen kan doen. Sprookjes tractor toch. Ja. Ja, ik denk ook wel dat uh, het metaalbouw Emmen. Die doet goede die, zaken. Uh, ja. ja, die staat ook goede zaken. Hoor. Die, die oudjes komen er 100% aan. En we komen straks bij nog een attractie uh, vallen. Klopt. He? Klopt. Ja, en dan lopen we een stukje door. Er komen het, uh, het, uh, het uh, Far Far Away uh, gedeelte, ja. het Kingdom. En wat me daarop viel, is dat het kasteel daar ook onder een overkapping staat. Is je dat opgevallen? Dat grote nee. witte podium. Waar je eigenlijk op de zijkant opkijkt met dat grote ja? uh, oranje dak. Daaronder zit het, het decor van het uh, kasteel. Oh, wat stom. Ja, dat vond ik beetje... We hebben wel een kasteeltoren erbuiten. Ja, ja ik zie het. Ja. ja, nou, die kasteeltoren, dat is weer iets. Ja, hij steekt een stukje uit. Dus ik denk dat het ook een soort van decor van een live show is. Met dat pleintje ervoor. We zien een grote zweefmolen op de tekening staan. Dus, ja. uh, <laughs> en heel veel groen in dat gebied. Ja, en ook ja. Uh, zou daar toch een dark ride komen? Dat is toch wel een van de wat grotere te zaken showgebouwen die we zien. Of is het misschien een ja, grote. het is eigenlijk een, ja, een grote showgebouwen van, van het park. Ja. Dus dat we iets in Shrek, Push en Boots-achtige IP toch een. een, een oh. uh, ja, ja, dat is toch goed, zolang ze niet zo slecht worden als die in Dubai, dan is het toch prima? Dat is een mooie. Nee, ja, op zich, Ja, het, het land ziet er. Uh, uh... Ja, ik vind nog steeds een aparte keuze. Zerk ja. Ik denk als je nu kijkt in de huidige IP-sfeer, dan, uh, dan waren er absoluut betere keuzes misschien wel geweest. Ja. een van die betere keuzes, die uh, vinden we hiernaast. Ja, dat is, uh, dat is toch wel jouw gebied, hè? Ja, Jurassic World <laughs> Camp Cretaceous. Geweldig, man. Ja, je hebt het vaak benoemd. Dat, dat, uh, moet, je beetje, ja, dat moet je een beetje pushen bij die kleine meid van je. Ja, gaan we doen. Ja, ze vindt dat nog een beetje spannend misschien. Ja, en daar vinden we ook zo'n metalbouwemmel. Um, wat denk je dat het over was? De werbelbouw. Altijd... De, werbel, oh, de werbel werbelbouw, yeah. die zie ik staan. Ja, je ziet ook wat andere molentjes. dit is meer een beetje, beetje attractiegebied. Maar uh, ik zie ook een groot soort indoorachtig monkey town speeltoestel. Uh, wat half yep. outdoor is, half overdekt. Ik zie ik een Zamperla molentje, zie ik staan. En, uh, wederom een, een achtbaan. Uh, ah. Die wat meer in het uh, groen uh, is weggewerkt, maar die staat een beetje los van de themagebieden. Heb ik die idee? Misschien wel Junior Felicity Coaster. Ja, zoiets, ja. Maar die deed dat... me qua layout weer heel erg denken aan Flight of the Hippogriff. Ja. Denk ja, ik denk dat Vekoma... dit een vk een uh, Als je ziet hoe uh, ja, we Mark en hebben hem ook goed. gebouwd. Als Mark fake. doet bij, uh, bij Epic, dan, uh, dan is de dikke kans dat hier Mark rides ook uh, wordt gevraagd. Ja. Maar het wordt inderdaad wel een wat drukker gebiedje met attracties. Ik denk dat hier wel de meeste attracties van het hele park wel te vinden zijn. En zou het ook misschien zijn dat deze doelgroep die in deze hoek hangt even iets ouder is dan de Trolls Gabby's Dollhouse? Dat je zo met de klok mee eigenlijk, ja. zie je de doelgroep steeds even een, een jaartje, twee jaartjes dat ouder is een, dat, is, dat is een Epic is dat ook hè, Epic ja. Universe. Zie je ook uh, dat, dat die doelgroep beetje, een beetje meecirkelt met het park, ja ja en hier zie je het ook wel vrij groot uh, ook een vrij groot showgebouw denk ik of een restaurant het is, het is ja uh, ik denk ik denk horeca restaurant alles in één. ja en als we dan dat, een stukje dan een stukje doorlopen komen in een gebied ja ik, ja, ik heb daar helemaal niks mee maar inderdaad heel erg opvallend nou ik heb nou ik heb er niks mee kijk ik weet dat uh, we praten over SpongeBob SquarePants ik weet dat Universal heel lang heeft getwijfeld of ze er iets mee zouden moeten in uh, Universal Orlando. Nou ik vergevorderde plannen voor een dark ride. Klopt. ja. Op de plek waar nu de Dreamworks uh, ding. En dat iedere keer de vraag was: ja, is de Spongebob IP? Is dat sterk genoeg om het de dan destijds te doorstaan? Nou, Ik denk dat dat inmiddels na twintig jaar wel bewezen heeft dat dat absoluut het geval is. Maar wel mijn maar... oude doelgroep heb ik het idee. Nee, dat is wel, denk ik, op de meeste ja. uh, wel hoor. Ja, wat ze hebben nog wel steeds een winkel in Universal Studios Hollywood. Ja, of ja. sorry, SpongeBob in uh, Universal Band. Studios Florida. Ja, nee, inderdaad, in de parade doet hij nog steeds mee. Um, maar wat ik vooral opvallend vind eigenlijk is dat uh, het is geen Universal IP is, en er zijn verschillende andere uh, Nickelodeon Parken, nu inmiddels in Amerika, die ook SpongeBob gebruiken, oh, heel basic. Met we hebben een zweemmolen en we plakken daar een kwal op en nou is de jellyfish swing. Het is, ja, ik het moet is gelijk denken aan uh, is dat North Mall of Part America? Germany. Die hebben heel veel, ja. uh, die een beetje achtbaan in uh, waar ze ja, de naam die op Nickelodeon uh, Universe ja. hebben die. Ja, en, ook in New Jersey hebben ze dat ook. En recent uh, is voor Las Vegas aangekondigd de, de uh, SpongeBob Dark Ride. Ja. ja, klopt inderdaad. Dat hebben we besproken in onze show in IAPA. Dus je bent niet de enige die dat IP heeft. Het is wel, als je dit kijkt, deze tekening, je ziet gewoon de krokante krab tot aan de, de, de paal met het logo ervoor. Je ziet uh, mevrouw Puffs Boating School. Je ziet een, uh, een soort bootauto, uh, Zamperla Rocking Turk. Uh, je ziet een, uh, een uh, vliegtuigmoletje met, met vissen. Het is 100% Spongebob. Je, je, ziet, uh, je ziet een enorm showbuilding waar, waar denk ik dan misschien wel die dark ride in komt. Dat hij er uh, toch die, nog die, komt. Ja. Die de ooit bedoelde, ja, a good idea never dies at Universal. Ja, of ik zat te denken, is daar misschien een mooie plek... voor echt een groot indoorgebied? Dus dat ze echt een... Uh, dat is uh, Spongebob, dat yeah. als je echt die onderwaterwereld ingaat... dat je de grote dat speelhal... Vet, uh, yeah? voor als het mocht er toch slechter op Een of, zeg maar. Een ja, zoiets. Want het is natuurlijk Texas uh, waar het ook extreem heet kan worden. Uh, je moet toch... Uh, het park biedt genoeg schaduwplekken. Dat is wel echt goed te zien maar ik denk dat ze toch ook wel kijken van hey hoe kunnen we ook veel indoor dingen benutten ja ja nou ja uh, ja dat klopt ja, ik ja. denk wel dat dit, een, dat dit een groot succes gaat worden en uh, ja, wie willen niet gaan eten bij de kokkante krap ja dat is echt een ding hè ja, je ziet het uh, het dak ja ik heb ik heb Jij het nog niet op, ik heb het nog nooit gekeken nee ik weet wel echt? wie nee 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 nog nee, nog nooit nou, in mijn leven weet gekeken je... Doe vanavond even Netflix of weet ik wat opstarten. Kijk de Spongebob movie. Serieus. Het is ja, ook echt wel. grappig. Ja, ja, nou, ja. Ik ben, ik ben groot fan van Patrick Ster. Ik volg Patrick Ster ook op Instagram. En Patrick Ster volgt vijf anderen. Plankton, uh, Squidward, uh, Spongebob en Sandy volgens mij. <laughs> Maar dat is goud. Serieus, ik ben fan van Patrick Stern. Dat is mijn voorbeeld in het leven. Nou, misschien, uh, want aan Gabby's Dollhouse moest ik ook uh, aan geloven. Misschien dat dit, uh, dit ook wel... Je moet gewoon voor jezelf gaan kijken. Niet voor, niet voor die kleine. Gewoon voor jezelf. Ja, oké. Okay, een Spongebob-movie. Okay. Sponge Out of Water of zo. Ja, iets we, erg grappig. We zouden nu uh, richting de uitgang kunnen lopen. Maar er zit een klein geel pad. Een tussenpad. Waardoor we eigenlijk naar de kern, naar het hart van het park kunnen lopen. En daar zien we een hele grote... Ja, ik denk toch een, een Rapid River... Ja, heb ja, ik het ja, idee. Zeker, ja. En ja. we komen dan in het gebied van de Minions. Ja, in het, in het hart van het park. Ja, het is ook het hart van, uh, van alles wat uh, yeah, Universal Illumination uh, uh, is. En toch ja, verrassend en, en de, is dat, dat we dat niet op voor-artwork zagen. Terwijl toen al het succes van het Minions was. Al... was een boot. Dat zeiden we wel. Er moet iets van Minions in. Dat hebben we wel gezegd. Ja, maar en je ziet verschillende tracks. Ik zie, zie zo'n zo Perla Demolition Derby. Zie ik in de Minions. Uh, ja, klopt. Island. Klopt. Ja. En uh, ja, dan, dan met, met dat zijn de die uh, heb je in Disneyland Parijs, die Cars uh, Quatre Rouge Rally. Um, en die hebben ze ook in Universal Studios Japan met minions op ijs. In het, uh, het minionsland daar ook. Oh, dat zegt mij maar even niks nu. Uh. Ja, zeker. Ik zie het wel door de tekening, ja. Maar het zo, valt me op, zo, is dat die, zo, Rapid, die Rapid River uh, natuurlijk gewoon zijn baan verlopen heeft, maar op een gegeven moment best wel ja. een groot stuk open water komt. Dan vraag ik me af, uh, zie je dat dat aansluit bij, ja, uh, ja, bij het, het, ja. het Spongebob-gebied, wat een soort van strand kan is? Dat kan, dat kan op zich wel natuurlijk. Ja, dat wel, maar het ziet er wel uh, gaaf uit op die manier. Ja, het ziet er heel vet uit. Ja, de uitwerking moet natuurlijk nog even blijken of dat echt allemaal zo is. En een rapid ja, rap is natuurlijk, perfecte familie-attractie. Ja, ja uh, dat vindt iedereen. En het mooiste kun je natuurlijk in allerlei verdaties, uh, van zeer extreem tot, uh, tot heel vriendelijk. Het uh, enige wat ik ook fans vind, is die watertoren die daar zo staat. Ja. Ja, die watertoren staat namelijk echt helemaal. Die staat er min op dat eilandje. Die staat echt in het verlengde van de ingang. Dus je komt binnen. en Het eerste wat je ziet is die watertoren. Terwijl, ja, Universal is niet de studio bekend van de watertoren. Dat is nee. een andere filmstudio. Klopt, ja. Ja, het zijn er twee eigenlijk. Warner Brothers ja, ja. kan je ook wel een beetje op die, die manier. Ja, uh... ik bedoel de Paramount en Warner Brothers eigenlijk. Ja ja, ja, ja. Maar dat is dat is voor nu op het eerste gezicht een beetje de Winnie van het park geworden als je hem zo ziet. De watertoren. Ja. Ja. Maar hij is ook blauw en het lijkt alsof er een ook een minion onder hangt voor het beeld. Je ziet wat ja, water Ja, maar... Het is natuurlijk wel het perfect, het perfect ding om water uit te laten komen. Ja. Waarschijnlijk gaan die minions weer wat doen. Ultieme chaos. Ja, ja. Maar, uh, ja valt me op. Ik, ik vind het weinig Illumination. Ja. Voor toch de studio die op dit moment uh, de veel de successen aan een reist. Uh, ik vind het veel Dreamworks. Animatio? Misschien omdat ze ja, toch een beetje de, de bestaande, de, de, de meest bewezen IP's hebben. Ja, en ik denk dat je er natuurlijk rekening mee moet houden dat degenen die hier naartoe gaan, dat zijn ouders met kinderen, met jonge kinderen. Dat zijn dan dertigers, nou, die waren jong toen Shrek uitkwam, die kennen Jurassic World, die kennen Spongebob, zijn ze mee opgegroeid. En die moeten hun kinderen meenemen naar dit park. Dus dat is ook voor de ouders is nog herkenbaar. Als je ja. naar een park moet waar ik alleen maar Gabby's Dollhouse... En, uh, en nog wat van die nieuwe IP's heb... dan loop ik daar ook als ouder... ik heb daar zelf nog geen gevoel bij. Nee, precies, precies. Nee, Misschien dat dat... Naarmate we meer met dit project bezig zijn... vind ik het eigenlijk steeds genialer worden. Ik weet niet of het, of het daaraan ligt, maar... Ja, nee. De naam, de naam goed, goed. land beter en uh, ja... We zijn eigenlijk nu het park al door van, van hetgeen wat op dit moment bekend is. We zullen met de tijd natuurlijk steeds meer updates geven als er meer uh, beter artwork is of eventueel ja. bouwplannen al te zien zijn, iets in die trant. Ja. ja, maar het ja, ziet er en dus, goed dus uit. ten opzichte van vorige keer zijn uh, Madagaskar zijn verdwenen. En... How to Train Your Dragon hadden we toen ook heel ja, erg uh, idee ja, die bij. Zit al bij. Die zit bij Epic, dus dat is op zich niet zo ja, gek. Dat, was, dat uh, was eigenlijk al een beetje gek. Ja, en we hadden toen ook een beetje het idee van, zou misschien iets met Kung Fu Panda gaan doen of zo, maar dat zien we ook allemaal niet terug. Terwijl dat in meerdere nee. Universal Parken wel heel erg gepusht wordt vanuit de dreamworks Stall. Ja. Uh, ja, ik verwacht dat misschien Kung Fu Panda misschien toch wel in de grotere parken meer, uh, meer uh, terug. Ja, dat zou wel zou kunnen. Nou, ja. ik ben blij nee. dat we even door deze uh, uh, groene omgeving hebben kunnen lopen, digitaal. Ja. Ik ben wel heel benieuwd, en zeker omdat, uh, nou, ik zag nu de eerste spades de grond in gaan. Ik zag ze druk bezig met graven en graafmachines en zand verplaatsen. En we hebben gezien in Epic Universe hoe snel dat kan gaan. We kunnen hier ook ja. de hashtag gebruiken, misschien over een jaar. Wat gaat het hard? Ja. Nou, maar even, hè? De, we, deze show gaat niet over Epic, maar dat gewoon van de week, dat die, uh, die perslauwe Skyfly gewoon al aan het testen ja, waren. Daar zijn ze attracties aan het testen, ja. Die Islaan. draaien al, ja, het gaat nergens over. Ze moeten gaan pas volgend jaar open, of over twee jaar open. En ja. nu, uh, nu staat het al te draaien. Is het de ja. tijd dat het park open gaat, dan moeten die dingen al dicht voor schedule maintenance. <laughs> voor de, de eerste onderhoud, ja. Ja. <laughs> nou, Dennis. Nee, helemaal teck. Ik... Helemaal ik vond het top dat we toch even hier doorheen konden lopen, samen met onze ja. luisteraars. Luister jij deze show en denk je van, hé, uh, hey, ik wil eigenlijk ook even mijn mening uiten over de naam, uh, over het concept art, over de IP's die komen. Laat dat vooral weten via de socials en uh, mensen kunnen ons ook mailen op info at .nl. Ja, en vind je onze show uh, natuurlijk hartstikke leuk, kun je ons altijd supporten met een fotje en dat kan via... Uh, de, onze website, uh, www.upplepodcast.nl slash de fooiepot. Als het uh, om geld gaat ben je niet scherp. <laughs> Dat blad voor je pot, daar zit het eigenlijk. Ja, Vast. ergens daar op de fooiepot. Gaat wel ja. leuk, joh. Hartstikke nee, hartstikke leuk. leuk. Want het is... Uh... We zitten ja. op een nieuwe ja, SD-kaart vandaag. En, 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 inderdaad, uh, wordt lid van ons uh, WhatsApp-kanaal. Dat ja, is leuk. Hartstikke leuk, hartstikke leuk. Kost niks, hè. Maar gewoon gratis in. Hoef je geen uh, supporter voor te zijn, niks. Je mag er gewoon bij. Ja. Superleuk, superleuk. Dennis, hey, uh, ik spreek jou snel ja. weer. Hoi. Je luistert naar de Upper Lot Podcast. Wil je meer weten? Ga naar upperlotpodcast.nl of volg ons op alle sociale kanalen via Upper Lot Podcast.